Dirigent, componist en pianist Reinbert de Leeuw overleed 14 februari 2020. Hoe bijzonder. Amper 2 maanden daarvoor was ik nog bij hem voor een allerlaatste gesprek. We hadden het over zijn lange historie in de zaterdagmatinée. Meer dan 60 concerten heeft hij verzorgd gedurende zijn prachtige lange carrière. Weet je nog je eerste zaterdagmatinée? Geen idee. Lang geleden. Van. 1966. Speelde je piano met Jan van Vlijmen in Dalla Piccola. Oh ja. Canti de Prigionia. Ja. Oh ja, is dat wat je eerste? Debuut geweest als pianist in, ja. Weet je het nog? Ja, dat weet ik nog, ja. Prachtig stuk. Wat heeft de matinée voor jou betekend? Als nou ja, natuurlijk enorm veel. Hè. Dus het was het podium waar zoveel kon. Voor mij een hoogtepunt is geweest. Dat is onvermijdelijk natuurlijk, is François. Hè, dus dat je die opera van Messiaen kon doen. Hè, dus dat zijn 8 zulke boeken. En dat stuk, de partituur, die weegt 20 kilo. Hè, dus als je dat voor het eerst thuis krijgt, die hele stapel. Daar heeft het orkest zo mijn hart gestolen. Dat er iedere seconde was een concentratie. Als ik op een gegeven moment zei, oh god, het is 3:30, we moeten stoppen of zo. Dames en heren, nee, gaan we nog even dat ene vogeltje. Alle houtblazers, doe nog even dat ene vogeltje. Hè. Dus als ik 's ochtends kwam, zat een clubje al. Het was echt fantastisch. Nou inderdaad, de opera Saint-François d'Assise van Olivier Messiaen onder leiding van Reinbert de Leeuw is voor mij ook een van de meest onvergetelijke momenten geweest. Ik zat op het balkon, keek en luisterde over het Radio Philharmonisch Orkest heen. Keek het Groot Omroepkoor recht aan. Nou, ik zat helemaal in hemelse sfeer. Onvergetelijk moment. Saint-François onder leiding van Reinbert de Leeuw.